De afgelopen jaren hebben we gezien dat de digitalisering toeneemt. In coronatijd hebben we extra gemerkt hoe afhankelijk we zijn van die digitalisering. Om te werken, om contact met elkaar te hebben. Dus dat betekent alleen maar dat het belang van bewustwording, weerbaarheid, maar ook de aanpak van cybercriminaliteit alleen maar toeneemt. Voorbeelden van criminaliteit die we bij ons in de gemeente zien in digitale vorm is bijvoorbeeld WhatsApp-fraude. Waarbij een jongere geld vraagt aan zijn ouders en het blijkt iemand anders te zijn dan het eigen kind. En toch zijn er heel veel mensen die daar nog intrappen. Phishing is een ander voorbeeld waarbij mensen zich voordoen als een bank of een verzekeringsmaatschappij. En op die manier proberen mensen geld afhandig te maken. Als burgemeester heb je een aantal verantwoordelijkheden op het gebied van digitale criminaliteit. Allereerst moet je zelf je eigen huis op orde hebben. Je moet zorgen dat de gemeente cyberveilig is. Je hebt immers heel veel private informatie van je inwoners in beheer. En die informatie moet veilig zijn. Daarnaast heb je een verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners weerbaar zijn. Dat je ze wegwijs maakt op hoe ze kunnen voorkomen dat ze slachtoffer worden. Een beetje zoals de parallel van de fiets. We weten allemaal dat zo'n eenvoudig slot niet meer voorkomt dat je fiets wordt gestolen. Je moet echt een kettingslot hebben en je moet je fiets met dat kettingslot ergens aan vastzetten. Als je dat vergelijkt met de cyberwereld, dan vergt dat dus ook extra inspanningen van inwoners en daar moeten ze zich bewust van zijn. En tot slot de derde spoor. Als we dan getroffen worden door digitale criminaliteit, een hack, een datalek, dan moeten we paraat zijn om de negatieve gevolgen daarvan aan te pakken en de crisis te beteugelen. Ik denk dat je als burgemeester een boegbeeld bent, het goede voorbeeld moet geven. En tegelijkertijd ben je lid van de driehoek, de veiligheidsdriehoek, met het Openbaar Ministerie en politie. En dat zijn ook de partners die als eerste je aanspreekpunt zijn om dit onderwerp verder te brengen. En dat doen wij bij Noord-Holland Samen Veilig. In Noord-Holland doen wij dat ook. Ik ben natuurlijk als burgemeester van Heemstede, ben ik samen met de burgemeester van Heiloo ambassadeur op het thema van cyberveiligheid. En wat wij doen voor Noord-Holland Samen Veilig, voor 34 gemeentes in Noord-Holland, is een gereedschapskistje ontwikkelen waar de verschillende gemeentes hun voordeel mee kunnen doen. We dienen ook als vraagbaak voor die gemeentes als zij uitdagingen op het terrein van cyberveiligheid ontmoeten. Een voorbeeld is HackShield. Een project waarin we kinderen tussen de leeftijd van 8 en 12 jaar oproepen om cyberagent te worden. En samen met een bedrijf, dus een publiek-private samenwerking, is er een game ontwikkeld waar kinderen tussen 8 en 12 jaar cyberagent kunnen worden. En met elke quest die ze hebben, leren ze weer iets waardoor hun wereld cyberveilig wordt en ze zich bewuster zijn van de gevaren. En het mooie is ook nog eens een keer dat deze groep kinderen, en juist dus de jeugd, dan expert wordt ook voor de oudere generaties. Voor hun ouders, voor hun grootouders en daar juist vraagbaak voor kunnen zijn. Ik constateer dat we op het thema digitale criminaliteit een achterstand hebben. Dat we iets in te halen hebben. En dat betekent dat we van de Rijksoverheid nodig hebben dat dit onderwerp de komende jaren aandacht krijgt, de focus krijgt. Inclusief de bijbehorende budgetten. Zodat we niet alleen cybercriminelen kunnen aanpakken, in strafrechtelijke zin, onder leiding van het Openbaar Ministerie. Maar dat we onze inwoners ook weerbaar kunnen maken. En inwoners en gemeenten een gereedschapskistje kunnen aanbieden, waardoor ze kunnen voorkomen dat ze slachtoffer worden van cybercriminaliteit. Vanuit mijn collegiale houding als burgemeester roep ik mijn collega-burgemeesters op dit onderwerp echt op de agenda te zetten. In je lokale veiligheidsplan, in je veiligheidsplan op eenheidsniveau. Want alleen door focus en door samenwerking komt dit onderwerp echt op de agenda en kunnen we voor onze inwoners in de preventiesfeer het meest betekenen. Daarom zet ik ook als burgemeester, als cyberburgemeester voor de eenheid, samen met andere cyberburgemeesters in andere eenheden in op een gezamenlijke boodschap en gezamenlijke inzet op dit thema.